Hofs en Nielsson trappen af voor Vitesse. Met centraal achterin dus Van Diermen en Sprokkel. Hier is Santi Kolk. Addo, ja, dit pakt niet zo goed uit. Dan wordt het 1-0. Ja, daar is de 1-0. Wat een gepruts achterin. Het misverstand ook bij Roda, omdat er wordt gedacht aan buitenspel. Maar het doelpunt is daar. Hier gaat Kolk. Dan is het buitenspel voor Nielsson, maar wordt die bal onderschept door Addo. Kan de grensrechter natuurlijk zijn vlag omhoog steken, maar doet hij dat niet. En daarna is het een koud kunstje voor Kolk en de doelpunt te maken. Lasse Nielsson. Linzen. De Jong. Die heeft een goede voorzet in huis. Daar is Kaat. Die bal blijft hangen. De foul. Is die bal voor de lijn gekeerd? Ik denk van wel. Veldhuizen redt. En doet dat bijzonder knap met zijn rechtervoet. Linzen met de opening. Omdat de linksback van Roda, Marcel de Jong, veel drang naar voren heeft. Jonker weer opgelapt. Bodor. Harouia. De Jong. Toch lang wachten met de voorzet. Dit is niet onaardig. Linzen, goede streep. En Veldhuizen moet voor het eerst echt in actie komen. Veldhuizen mist. Jansen. Het is een voorzet voor K. En die kopt hem er bijna in. Hij kopt hem er niet in, maar Jonker schiet hem erin. Dus is het gelijk in het Parkstad Limburg Stadion. Hij maakt hem tegen zijn oude ploeg. Intelligente bal van Willem Jansen. Hier zit Veldhuizen er nog knap bij. En dan is dit niet zo'n makkelijke bal voor Jonker. Maar dat maakt hij dan toch wel heel erg knap af. 1-1. Overleg tussen Hadouir en Boldizar Bodor. Het is ingestudeerd. Daar hard geschoten. En weer Veldhuizen op de enorme knal van Marcel de Jong. Stevanovic moet verlengen. Nou, het wordt Molhoek. Nuttig, Claudemir. Van der Struik. Dit is wel weer aardig gecombineerd. Kolk, Kolk, Kolk. Goed gevoetbald. En daar de goal van Nicky Hofs. 2-1 voor Vitesse. Eerste van het seizoen voor Hofs. En vlak voor rust komt Vitesse voor de tweede keer vanavond op voorsprong. Bodor met de voorzet. Dan wordt er wel degelijk vastgehouden in het strafschopgebied. Maar wil de scheidsrechter niets weten van een strafschop. K legt het nog even uit aan Van Hulten in zijn beste Nederlands. Nou, er wordt wel degelijk vastgehouden. K wordt naar de grond getrokken door Sprokkel. Overduidelijk. Dan moet je toch gewoon fluiten voor een penalty. Linzen. Dreigen met het schot. Jonker. Daar is de kans en daar gaat hij erin. Een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt van Frank van der Struik. 2-2, 9 minuten na rust. Voorzet Jonker. Hadouir mist. Datzelfde geldt voor Veldhuizen. En dan krijgt Van der Struik die bal ongelukkig tegen zijn hak aan. Vrije trap Bodor. Dat zijn telkens gevaarlijke momenten voor Vitesse. Daar gaat hij. Ja, daar is hij. Hadouir. Na exact een uur voetbal in Limburg komt Roda voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. Hadouir die ook al zorgde voor een doelpunt in de wedstrijd tegen Groningen. Toen leverde dat een punt op. Nu zet hij Roda op voorsprong. 3-2. Een kwartier nog. Dat is de tijd die resteert voor Vitesse. Een ploeg die heeft laten zien dat het uit het niets zijn doelpunt kan maken. Kan Kaloglu dat nu? Ja, dat kan hij. Dat kan hij zeker. 3-3. Eigenlijk nog geen bal goed geraakt sinds hij in de ploeg is gekomen bij Vitesse. Maar in de 76e minuut raakt hij hem een keer wel goed en is het ook meteen raak ook. Addo. Daar zit een been tussen van Molhoek. Jonker, handig hakje. Hadouir. Snelt langs Claudemir. Hadouir. Oh! En de rebound dan. Nee, Skobu.
onmogelijke hoek was het toch voor Anouar Hadoui, maar hij zit er bijna in ook. De Vouw krijgt die bal ook niet echt weg. Kolk kan zomaar uithalen en doet dat heel fraai. Santi Kolk. 4-3 voor Vitesse. Wat een geweldige uithaal. En daar wordt feest gevierd. Geweldig op zijn wreef. En dan kun je de keeper daar niets verwijten. Wat een geweldig schot. Vitesse boekt de eerste overwinning van het seizoen. En dat heeft het mede te danken aan een geweldige goal van Santi Kolk. Want hij zorgt voor de 4-3 in de slotfase van deze wedstrijd.